Pichano, het is even niet leuk om een Feyenoorder te zijn, denk ik. Nee, zeker niet. We zitten niet in een goede positie met, qua uitslagen. Het zit tegen, maar ja, we moeten door. Afgelopen weken konden jullie nog een klein beetje verhullen van we hebben zoveel kansen. Die gaan er niet in, dat is pech, maar het veldspel is verder goed. Was vandaag ook niet aan de orde, hè? Nee, klopt. We beginnen goed aan de wedstrijd, vond ik. Je maakt een mooie doelpunt. Vlak voor tijd krijg je tegendoelpunt, onnodig, vond ik. Hele mooie wel. Ja, dat wel. Tweede helft, ja, krijg je die 2-1 tegen en dan ga je jagen naar de 2-2. Die valt dan. Na de 2-2 zijn we doorgegaan. Veel kansen gehad en ja, dan valt hij weer niet erin. En ja, dat is jammer. Voel jij ook die Jones, die nu onzeker er is, vooral het centrum bij jullie, onzekerheid in de verdediging? Van Bronckhorst zegt dat ook al. Voel je dat tijdens zo'n wedstrijd? Je staat natuurlijk back, maar... Nee, ik voel het niet. Nee. Alle zelfvertrouwen voor je gevoel? Ja, zeker. Hoe lastig is het hier om tegen ADO te spelen, dat bloed ruikt? Ja, je kent ADO, die gaat er vol voor. En met lange ballen, opportunistisch. En dat hebben ze vandaag ook gedaan. Hoe lekker is het interlandbreak? Komt eraan. Dat is voor jullie denk ik heel fijn, hè? Ja, even de koppen leegmaken en daarna weer vol voor gaan. En daarna krijg je VVV thuis? Ja. En die moet? Die moet. Want anders? Die moet. Laten we het allemaal behouden, hè? Ja.